Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Dead Face. We gaan hier langs deze witte rare ventilator dingen. Eens even kijken, we hebben de stroom gereroute. Ik ben benieuwd voor wat eigenlijk, waarna. We moeten in ieder geval weer terug naar de lift. Er komt sowieso een monster aan, dat horen we al. Oh, er komt er meer aan zelfs. Oh, er gaat geen weg. Ik mag ook. Prima. Safe station. Ja, opgeslagen en al. Hij heeft nog 800 credits gedropt, dat is heel lief van hem. Dus even kijken waar we nou heen moeten dan. Dat licht flikkert hem hier alweer. Gaan we terug naar de atrium. En waarschijnlijk moeten we nou de andere lift pakken, maar dat weet ik niet. Zeker. Denk het. We hebben deze nou in ieder geval gehad. En de lift geeft aan dat we omhoog gaan. Dat is de vorige keer. Alleen geeft dus niet aan dat we er zijn. Maar dan zouden we er nu moeten zijn. Maar dat zijn we niet. Want hij gaat gewoon oneindig door. Dat is echt een raar krom ding. Maar ja. Gaan we even kijken. Waar moeten we heen? En welke verdieping? Vertel jij mij dat ook, game? Want de vorige keer dat we hier waren in het vorige part, toen kon ik elke verdieping heen waar ik wou. Nou weer. Welke verdieping moet ik heen? Maakt het uit? Überhaupt? Ik kan ook geen zak zien. Dat is ook zo kut. Eén zegt, even kijken, wat zegt de één? Kut map, jongen. Die map mogen ze echt ik hoop echt dat die verbeterd is in Dead Space 2. Kut ding. Hij zegt dat we hier uit moeten. Met een andere lift. Naar beneden moeten. Dat is voor die. En deze reroute power. Heeft hij zelfs helemaal niks weer. The fuck, jongen. Zoek het uit. Ik ga gewoon naar verdieping nummer 1. Het is al wel echt onduidelijk. Die map, qua map is het echt een bagger ding. Dat meen ik serieus. De map is echt super slecht in deze game. Leuk dat ze een map geven, maar maak er dan een fatsoenlijke map van. Maar niet zo'n kut ding. Ik denk zo'n handig te besturen. Draai me een beetje rond. Moeten we hierheen? Nee, we moeten naar het bovenste. Maar wacht, als we E doen. Moeten we even kijken. Map. Map. E. Tap exit. Zitten we nou dan wel op de goede verdieping? Ja, kijk, voor die wel. Dus ze zitten wel op de goede verdieping, maar dan voor het andere ding. Voor de eerste. Zo kun je dus switchen tussen twee dingen. Duidelijk. Dat had waarschijnlijk dus de vorige keer ook al gekund. Maar toen dacht ik daar niet aan. Ja, ben benieuwd wat de second hier. Oh, goedemorgen. Ik weet niet wat dat deed, maar. Dankjewel. Al deze rooms zijn wel sealed, dat is een pad. Zie, die zijn wel vacuum quarantine zooi. Dat is wel apart. Vind ik dan tenminste, ik vind dat apart. Apart. Even kijken, de Ripper. Meer damage, je mag wel iets meer damage doen. Dat zou anders zijn. Iets scherpere tandjes op het ding. Oké, rechtsaf. Zero gravity weer uit. Bam. Zero gravity is vacuum bedoel ik eigenlijk. Open. Oh god. Alweer, ze zitten alweer met Heinrich. Laat Heinrich maar rust. Heinrich is mijn vriendje. Oh ja, moeten we heen. Oh, we moeten daarheen.
achter hem aan. Hé, hey, jij. Wow, oké, okay, hij kwam wel onverwacht. Nou weten we nog steeds niet wat secondary fire is met die dingen. De crap attack. Zo. Dat was dat. Secondary fire is echt... Oeh, kut. Crap bij dit. Ah, de baby. Ah, mijn baby. Lelijke baby, hoor. Ik bedoel, lieve baby. Small medkit. Wat meer? XV reroute ADS. Mooi. Control system suction box rerouted. I'm getting a reading. Almost there. Oh, oh. Nee. Blijf van handig af, jij. Mooi, hij is dood. Kut, hij leeft net. Je kunt het op zich stoppen. Dus die dude me op tijd killt. Die vleermuis achter de deur. Nou, even nog wat extra kools erin roggen. Rachen. Zodat hij zeker weten dood is. Hier omheen, anders zijn wij zeker weten dood. Ik weet niet wat daar, of ik een bal maak, maar... Waar moeten we heen? Weer terug. Maar er zijn hier nog meer dingen te ontdekken. Of niet? Power node acquired. Yes, doe maar. Oh, die hebben we niet meer. Oké, okay, dan niet. Wat moeten we hier doen? Wat is dit? Oh, dat is een extra room. Sowieso dat er iets uit het ding komt. Dat valt mee. Dat valt reuze mee. Dus zo eng is die game niet. Dat valt wel mee. Entering vacuum. Gewoon niet eens een monster. Heb ik hem op de saaie modus gezet of zo? Oh, no. Er gebeurt je geen hol. Zo'n enge game is het niet. Iedereen zegt dat ook zo eng, bang, 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 bang. Maar zo eng en bang, 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 hoef je niet te zijn. Ik mis hier een liftmuziekje in deze lift. Het enige wat ik de hele tijd hoor is... van een of andere mensen wat van alles omroept dat de hele wereld aan het vergaan is, volgens mij of zo. Maar niks geeft vrolijke berichten. Sesam, open nu! Hier was die dude die zei... Make us whole again. Wat super gay klonk. This is Temple. The bridge is fucked. I don't know what went on in there, but I'm not sticking around in case whatever did it comes back. I'm heading for hydroponics. Force gun. We moeten dus echt even naar een store toe straks. Voor dingen. Want we krijgen toch allemaal wapens? Force gun, een beam gun of zo. Het klinkt allemaal leuk, maar... Ik kwam alleen nog geen storten. Oh god, weer een dikke dude. Niet lief, niet lief, niet lief. Haat die kleine kutkringen. Jij hebt een doorzaak van dat al. Kut ding. We zullen gelijk zo'n stasis pack gebruiken. Ik wou de stasis pack graag. Oh, dank u. Use. Die hoeven we niet te gebruiken. Medkit. Hoeft we ook niet te gebruiken. Maar dankjewel dat je het toch hebt gedaan. Goed bezig. Wat is dit? Oh, hero reroute. Dat was snel. What the fuck is dit dan? Reroute van 2 meter afstand. Oh, we moeten hier naar binnen denk ik. Moeten we weer terug? I
Waar moeten we heen? Hij geeft niks aan. Hij weet niet waar we heen moeten. Ik ben Jomanda, ik ben aan het stralen. Als jullie Jomanda niet kennen, dan kan ik het begrijpen. Dat is voor jullie tijd misschien. Nou ja. Het is een of ander mens in een blauw pak aan. Met van die hele grote vleugelsachtig iets, zeg maar. Van die hele lang, hele wijde mouwen. En dat meer op vleugels lijkt. En die zit dan allerlei spreuken te doen om mensen te helen en dergelijke. Maar dan klopt allemaal de ballen niet van. Dat kan zij niet. Maar zij denkt dan wel, en dat is grappig. Oké, daar gaan we dan. Ik ben niet bang. Oké, we gaan eerst hier naartoe. Wat is dit? Room 40 storage. Een storage room. Altijd leuk. Altijd gezellig. Alleen komen er geen monstertjes meer in de laatste tijd. Dat is jammer. Maar we gaan naar een asteroid defense system ding. Die deur gaat dicht, dus dan waarschijnlijk komen we uit die deur, gaan we eruit. Gaan met de rug tegen de andere deur aan staan, vooral als er iets binnenkomt. En bij de dan gaat deze deur achter ons op en staat er gelijk een monster. Maar van me. We hebben geluk. Hallo? Wat een rare scherpe dingen joh dit. Wat zijn het allemaal voor racks? Zijn er koelbladen of zo? Koelrubber. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Oh, nice. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Oh, chill. Oké, chill. Wat we nou dus gaan doen, is in de ruimte lopen. Is dat niet mooi? Oh, hoeveel credits hebben wij? 13.000, oh wow. We gaan in de ruimte lopen, zie? Warning, warning. Doe geen rare breakdance moves op je hoofd. Want dan doe je je zeer, want dan komt er een pijl die je reet invliegt zoals het eruit ziet. Maar we gaan dus de ruimte in. En aangezien er allemaal nog asteroïden ook keer landen, moeten we cover zoeken. Anders hebben we een probleem. Auw. We werden een klein beetje in stukjes gereten, zeg maar. We gingen maar een klein beetje dood. Een klein beetje maar. En we deden helemaal geen rare breakdance. Oké, hier achterblijven. Nee, hier kunnen we achterblijven staan. Warning. Multiple impact detected. Dus we moeten hier even wachten. Denk ik. Oh, dat ding gaat een beetje kapot. Oh! Jij, mofo. Waar kom jij opeens uit de ruimte geverzeild dan? De ruimte is heilig. Sterf met je hoofd eraf. Oké, dat was dat. Ja, mooi. Rennen! Rennen, Isaac. Oh god, hele grote dingen. Rennen, Isaac. Help. Ah, oh, fucking hell, ik was er toch bijna, jongen, game. Ah, dan vliegen we weer de ruimte in. Maar we worden dus nog steeds gehit door hele kleine dingen ook, hè. De hele kleintjes. Er komt niet gewoon een groot ding op ons afgevlogen die ons aantikt. Nee, hele kleine dingen, die verneuken ons. Op het moment. Zo gauw als je dus grotere dingen ziet, moet je echt wegwezen. Oké, dan komt die bitch hier weer. Daar ben jij, bitch. Bitch. Oké, okay, is klaar. Rennen, Isaac. Rennen, 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 rennen. Nee, 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 nee. Oké, okay, ik sta veilig. Auw, komt er nog eens een monster? Nee, deze keer niet. Oeh, fuck. Oké, okay, rennen, Isaac. Rennen, 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 rennen. Is het veilig? Nee, het is niet veilig. Zo gauw als de witte wolkjes komen, dan zijn we de lul. Zie? We hebben niet zo heel veel HP meer, maar... Dat is een andere zorg. Rennen, Isaac. Ren. Ren. Hé, hey, wacht. We zullen even HP air innemen. Hoeveel hebben we? Medium air can. Use. Oké, okay, we hebben weer even genoeg lucht. Voor 80 seconden, dat is wel zat. Het scheelt wel dat we die dinges hebben gekocht voor de rig. Meer air. Dat helpt wel een hele hoop. Kunnen we hier langs? Nee. Terug. We hebben verder geen monstertjes meer trouwens. We zijn er niet meer tegengekomen. Oké, rennen. Dat halen we niet. We moeten sowieso nog één keer wachten. Denk ik. Ja, zie. Anders waren we dood gegaan, net ervoor. Hadden we helemaal overnieuw kunnen gaan doen.
Dat is ook een dikke impact trouwens. Je ziet al die rots ook echt neerstorten. Dat is wel vet. Rennen, 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 rennen. Witte shit, fuck af, jongen. Ik ben bij de deur. Open, open, open. Goddank. Yes, we hebben het gehaald. We hebben het overleefd. Oeh, ruby semiconductor. Die is helemaal veel goud waard. Mooi, mooi. We hebben het gehaald. Yes. Ik ben zo trots op mezelf nu. Oké. Dan gaan we dan. Naar beneden. In dit ding. Oh nee, we gaan niet naar beneden. Wat gaan we doen? Oh. Oh, nice. Yeah! Handig als je sensitivity van je muis zo hoog staat. Dan kun je het allemaal gaan doen. Oh, er is een ding opgeknald. Dat is niet mooi. Ah, links en rechts. We hebben links en rechts, zo. Vraag me af hoe het met onze ammo zit, maar oké. Oh, je ziet ook echt de ammo rechts en links voorbij gaan, dat is ook cool. Bam, kabams, kabams. Ah, dat werkt niet. Oh oh. Dat was niet zo lief. Een paar van die grote, die moet je opsplitsen. Of die splitsen zichzelf op meer, maar. Oh oh, grote, grote, grote. Auw. Staat hij een klein beetje in de fik. Niet goed, Isaac, niet goed. Mooi. Ah, fucking hell. Dat is echt een ramp, joh. Dat is echt lastig, dit. Je moet heel veel bewegen en heel veel dingen doen. Die kleintjes zijn het probleem niet. De goden, die zijn het probleem. Zoals die. Oh, nice. Nou hoef je niks meer te doen. Hij trackt zichzelf. Beter. Oh, oh. Dude, er komt een groot aan. Oh, hij maakt ze kapot in één stuk, hoor. Wij krijgen drie kleintjes, maar dat apparaat zelf krijgt allemaal grote stukjes. Dat is niet lief, Kim. Dat is heel niet lief. Oké, we opslaan. Gaan we nog even naar de andere kant weer rennen. Het is wel nice op zich. Het is wel grappig uit. Oké, open. Gaan we, vacuum. Hoef je nou toch niet meer te bukken, elke keer wel dan? Nee. Moeten we nou alleen al die fucking crawler dingen killen? Staff. Oh kijk, er komt er alweer een aan. Die dropte nogal mooie dingen. Piep, 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 piep. Als er nou een je achterweg komt, dan schrik je. En dat verwacht je niet echt. Omdat het al zo lekker rustig is. Maar tot nu toe is het nog mooi rustig. Dun, 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 dun. Er is helemaal niks. Wat een saaie bedoeling is dit. Exiting zero gravity. Exiting vacuum. Flamethrower. Wat is jouw secondary flamethrower? Daar ben ik wel benieuwd naar. Isaac Hammond. You're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Oh. Something's poisoning hydroponics. Oh my god. And whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff.
We're not going to have any air to breathe soon. Ah, oh, fucking hell. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Ah, oh, fucking hell. Oh, dan kunnen we weer terug naar medic. Nou, dan gaan we weer terug naar medic. Gaan we eerst weer naar boven naar de atrium, daar weer even saven. Is dit een goede verdieping wel? Oh ja. Hey, ik hoor stemmen. Zeg, ik hoor een stem. Wow, what the hell? Wat ben jij dan? Wow. Er zijn meer van die dingen. The hell? Schedels die kunnen lopen, wat nog meer game. The fuck, game? The fuck. Dat was echt gewoon raar en creepy. Okay. Tweede verdieping. Hammond. Atrium en Hammond is daar. Maar Hammond hoeven we niet te spreken. We hebben puur even gesaven in de atrium. Oh, sorry, ik moest grapen. Maar dat had je vast wel door. Dat dat een grap was. Ik kijk de atrium. Wat was dat? Sterke ruiten. Zou Carglass niet blij mee zijn. Hoeven ze weinig te repareren. Load. En save bedoel ik. We gaan verder in de volgende part. Laters.